Vanaf het begin vorige eeuw zijn er in het onderwijs leesplankjes gebruikt. Het is een hulpmiddel voor de kinderen bij het leren lezen. Een leesplankje bestaat uit één of meer riggels waarop de letters van het woord dat boven de riggel is afgebeeld gelegd kunnen worden. Deze woorden bevatten de belangrijkste letters en twee klanken van het alfabet. Elk kind had een leesplankje met losse letters op zijn of haar schoolbank. De Brabantse dialectzanger Nico van der Wetering heeft ook een leesplankje uitgegeven. Het Brabantse leesplankje. Nu komt hij met zijn tweede versie. Een hulpplankje is waarschijnlijk helemaal niks rooms-katholieks aan, maar het werd gemaakt door de vraters. Dat was aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam, gijs, riem, muis, ei, juk, jet, wip, douche, hok, bok, kous. Dan heb ik een jaar of 7 geleden heb ik ooit een Brabants leesplankje gemaakt. En daar was ik eigenlijk niet helemaal tevreden over. Niet tevreden over de afmeting, dat was een ramp. Althans, met die verstand, als je een A3 formaat maakt, dan krijg je het bijna niet opgestuurd. En ik was niet helemaal tevreden over de afbeeldingen, de illustraties. Na 7, 8 jaar, ik weet het niet meer precies, heb ik bedacht, ik ga eens een ander leesplankje maken op zijn Brabants. Ik heb een professionele, een vrouwelijke illustrator gevonden in de vorm van Yvonne van Eeswijk. En die heeft prachtige tekeningen gemaakt van het Brabants leesplankje met de dingen die ik aangegeven heb. Dan kunnen we het nog hebben over de inhoud die erop staat. Ik ben uitgegaan van het leesplankje van de fraters. Die gebruikten één lettergrepige woorden. Kijk, het is heel mooi om te zeggen skottelslet. Dat zijn drie lettergrepen. Skottelslet. Nou, dat past helemaal niet op een leesplankje. Dat is veel te moeilijk. Dat moest eenvoudig zijn. Dat moest één lettergreep zijn. Dus de aap, roos, zeef. Nou, daar heb ik voor gemaakt. Een kar, een moor, een scheer. Zijn dat allemaal Brabantse woorden? Dan zou ik het anders vertellen. Het zijn, de meeste zijn inderdaad woorden in het dialect. Een kniep, hè. Kniep, een zakmes. Of een scheer, hè. Een struif. Er zitten er ook een paar bij die een klein beetje ook voor het Nederlands zijn. Dus bijvoorbeeld een bats. Of een trog. Of waar we nog meer, een hen. Ja, je kunt zeggen dat is Nederlands. Ja, dat klopt. Die staan allemaal in de dikke Vandalen. Maar dat zijn woorden die vooral ook in Brabant gebruikt worden en niet zozeer boven de rivieren. Dus er zit wel degelijk een Brabants tintje aan. Dus wat dat betreft heb ik gezocht dat er alle letters in moeten zitten. Alle letters van het alfabet. Alle klinkers, medeklinkers en alle samengestelde letters. De A, U, de O, O enzovoorts enzovoorts. Dus ik ben om twee redenen een nieuw plankje gaan maken. Een plankje dat wil zeggen een placemat. Die is gemakkelijk te versturen in een envelop. Dat kan ook, hè, want mensen kunnen dat ding aanvragen via mijn e-mail, info@nicovandewetering.nl. Het is in het Brabants, want dat is toch een beetje mijn taal als dialectzanger. Vind ik dat we ook maar eens iets in het Brabants moeten doen op een leesplankje. Dus het is geen leesplankje, maar een leesplankje.